Let's scout the area, see what we can find. Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Destiny. Vandaag gaan we de chestrun doen op de maan. Vanaf Spawn gaan we gelijk hier naartoe. Op de maan kan je helium filaments vinden. En dat is handig als je wapens of armor wil upgraden. Ik weet niet zeker of je het voor armor nodig hebt. Voor wapens zou je wel. Ik ga dan gewoon altijd hier naartoe en dan maak ik er van vijanden dood. Neem ook altijd bounties mee die je hier kan doen. Zoals precision kills, patrol missies aan de moon. Daarboven op die buizen kunnen kistjes liggen. En fallen leaders kan je hier doen, maar die zou ik eerder op Venus doen. Daar heb je echt een fantastische plek waar je dat kan doen. Verder in deze ruimte kunnen ze overal liggen. Kistjes en helium, achter elke paal kan het liggen. Kan ook niet liggen. Soms heb je geluk, soms niet. Daarop kan een kistje liggen. Dit is een lamp. Oh nee, een lieuwtje. Ik dacht dat het een lamp was. Hier in deze ruimte kan een kistje liggen. Nog meer, daar kan een kistje liggen. Nou, die buizen had ik al gekeken, normaal kijk ik nog een keer, maar dat hoeft niet. Helaas, geen enkel kistje in dit gebouw. Dit keer. Vanaf dit gebouw ga ik hier naar rechts. Ook hier kan overal helium liggen, maar zo belangrijk vind ik dat niet. Ik vind de kistjes belangrijk omdat je daar ook glimmer uit krijgt. Hier is er eentje. Hierachter kan er wel eens eentje liggen. Ook kan hier ergens eentje liggen, maar je moet oppassen. Want als je te ver gaat en je blijft te lang te ver, dan krijg je dit. Als je te lang te ver gaat, dan ga je natuurlijk dood. En dat wil je niet, dus dan ga je weer terug. Maar zelfs daar waar turn back staat, kan een kistje spannen. Hier, helium. Hier, een patroonmissie. Maar achter die paal en hier achter dit doompje, kunnen ook een kistje spannen. You know what to do, Guardians. Hier onder het platform kan een kistje spannen. Meestal zie je die vanaf hier al. Twee groene lampjes of zo. Hierin kan een kistje van spannen. Vanaf daar ga ik al dit gebouw in. Het viel een beetje tegen, blijkbaar. Geen kistjes. Hierop kan een kistje liggen. Hierop ook wel op dit ding rechts. Hier helium. En rechts hier heb je een schot. Daarachter is ook nog een plateautje waar helium of een kistje kan spannen. Op dit dingetje kan een kistje spannen. Meestal ga ik vanaf dit dingetje. Is dit een silo? Daar zie ik helium liggen. Ga ik hierop. En daar kan wel eens een kistje liggen. Hij kan ook een stukje verder liggen. Als hij die niet ligt, dan kan die ook. Dat kom ik zo, dat is makkelijk hè. Daarop liggen, helemaal daar. Daar bovenop. En als die daar niet ligt, dan zou die nog aan deze kant kunnen liggen. Maar er ligt nu ook niks. Misschien in de verte. Vanaf hier ga ik altijd deze kant uit. En hoewel ik net helium zag, dat pak ik later pas op. Zolang niemand het pakt, blijft het er altijd liggen. Op die heuvel kan helium liggen. Aan het einde van deze heuvel. Is het een bergkam. Ja, wat voor bounties kan je hier nog meer doen? Melee kills doen, 30 volgens mij zonder dood te gaan of zonder damage. Volgens mij zonder dood te gaan. Je kan achter die rots, de laatste rots waar ik in kan ook een kistje liggen. Vanaf daar ga ik altijd dit gebouw in. Of ik daar nou een kistje zie of niet, ik ga eerst dit gebouw in. Ik kan overal een kistje liggen, net als elke ruimte. Nu ga ik er wel op. Oef. Daar kan ook een kistje liggen. Als laatste naar kijken. Mis. Hier achter deze zonnepaneel kan een kistje liggen.
Heel veel mensen vergeten of weten niet eens dat dit plekje er is. Op deze rots kan een kistje spannen. Hier kan een kistje. Of helium. Nou, kijk weer even op die deeltjes sneller. Op die rand kan een kistje spannen. Achter die rots. Hier helium. Tussen dit gebouwtje in, hierop kan een kistje spannen. Gewoon rond dit gebouw helemaal kan een kistje spannen. Er zijn vast meerdere plekjes die ik nog niet gevonden heb. Ik herinner me nou dat ik deze plek, ik noemde hem net wel, maar ik keek er niet echt naar. Kan een kistje spannen. Hier in de grot. Vanaf hier pak ik altijd mijn sparrow. Kijk ik nog een keer hier, want soms spannen ze wel eens net nadat je er geweest bent. Dan gaan we hier beneden naar de grot kijken. Er zijn er twee. Helaas. Daar ga ik weer terug naar boven en dan linksaf. Think you got your point across. Nou, hierachter kan een kistje spannen. Heel veel mensen weten het niet, maar hierin kan een kistje spannen. En achter dit bordje kan een kistje spannen. En heel veel mensen weten dit ook niet. Hierop kan een kistje spannen, hiervoor, hierachter en hierin. Hierin kan je het beste in vanaf deze kant. Vanaf de andere kant moet je een beetje raar gaan springen. Hou je het ook al hoor, maar. Ja, het is. VMO. Kan ik niet achterleggen. Nou, en deze dome kan het ook overal liggen. Hierboven. Gewoon een rondje lopen eigenlijk. Weet ik zeker of er wat is of niet. Daar zie ik helium. Hierboven kan helium of een kistje spannen, of allebei. Sommige kistjes heb ik gevonden dankzij een andere YouTube kanaal. Of kanalen. Ik kijk heel veel van die YouTube video's. Daar liggen kistjes, zoals die. Die had ik zelf nooit gevonden. Hierachter kan een kistje spannen. Hierop. Dichronic. Die heeft me veel geleerd over kistjes. DPJ. Een rifle gaming. Hier in deze grot is bijna altijd een kistje. Het is bijna altijd wel de moeite om er naartoe te gaan. Je krijgt ook veel slechte groene wapens en armor. Dankzij dat kan je best makkelijk aan weapon parts en aan je upgrade materialen komen. Dat is hartstikke handig. Vanaf hier, als we het gebouw uitgaan, kijk ik eerst naar vijanden natuurlijk, maar dan kijk ik weer op die deeltjes versnellen. Of er weer een kistje is gespand. Oeh, public. Nice. Die negeer ik nooit. Ook al krijg je die shards uit. Maakt mij niet uit. Energies kan je er ook uit krijgen. Of strange coin of een mode. Maakt niet uit. Ik vind ze allemaal handig. Heb je bijvoorbeeld ook de bounty van. Als je drie public events met goud. Als met goud moet voltooien. Dan is dit ook handig. Want je komt best vaak op public. Soms ook een hele tijd niet, maar sowieso op de maan als je www.destinypublicevents gaat kijken,
.com dacht ik, of .org, maar .com. Dan kan je eigenlijk onbeperkt de public events hunten op de maan. Spendeer je ongeveer een klein kwartiertje op elke plek en dan komt er een publiekje. Er zijn drie plekken waar je daar een publiek spannen. En die op de maan zijn hartstikke makkelijk. Ik kreeg alleen 4 marks. Ook daar zijn deze handig voor. Je krijgt een marks voor de Vanguard. Dat is toch wel weer aardig wat leaders. Wat majors gedood. Voor mij was dit de 5e of de 4e. Als je die bounty hebt, dan loopt dat ook langzaam maar zeker op. Nou, hier ging ik die ene helium nog pakken. Ik heb het zelf nog nooit gezien, maar ik heb mensen gehoord dat je ook wel eens een exotic kan vinden uit een normaal kistje. Lijkt me sterk, maar... Wel shards, dat lukt wel. Normale shards of energies. En Ammo Synthesis, Special of Heavy. Gaat een alarm af op de parkeerplaats. Altijd leuk. Ik zal eens even kijken. Nou, dit is ronde 2. Ronde 2, volgens mij ben ik vergeten in... Oh nee, dat heb ik wel gedaan. Volgens mij ben ik vergeten in de laatste grot te kijken, maar dat heb ik wel gedaan. En nu span ik hier wel helium, zag ik. Zie ik. Dat is gewoon elke keer zo'n ronde herhalen. En dan vind je in ieder geval genoeg glimmen. Je kan ook, terwijl als je dit aan het doen bent, eater sheets gebruiken, waardoor je meer glimmen krijgt van de vijanden die je doodt. Maar aan de andere kant, de frequentie waarop je vijanden doodt met deze chestgun is best wel laag. Dus of het het waard is, geen idee. Ik heb hem over de 100 van die eater sheets, dus mij maakt het niet zozeer uit. Ik gebruik het gewoon. Ik heb het nu niet gebruikt tijdens deze chestgun. Het is de eerste keer dat ik hier een kistje zag liggen. Als je een kistje ergens ziet, vrees niet om verder te kijken, want soms spannen er gewoon 2 naast elkaar ergens. Dat heb ik vaker gezien. Ja, het is gewoon eigenlijk heel simpel. Kijken op plekken waar je het niet zou verwachten, of juist wel. Ik denk nou een missie discarden, omdat dat niet hier afspeelde. Als ik zo'n chestrun doe, dan doe ik meestal missies pakken die of houden op tooien die je op dezelfde plek kan doen, zoals enemies killen of dingen collecten. Ik hoop dat jullie wat hebben aan deze video. Ik zal de rest versneld afspelen. Je kan terugspoelen, het geluid uitzetten en dan gewoon telkens stukje voor stukje kijken als je niet meer weet waar ongeveer iets kan leggen. Maar het is op zich hartstikke makkelijk. Als je deze volgorde aanhoudt, of je creëert je eigen volgorde, maar wel dat je overal kijkt. Ja, en je leert dat je zelf aan, dan gaat het heel makkelijk. Dan vergeet je het nooit meer. Er zijn vast ook nog andere plekken op de maan waar je ook een chestrun kan doen, maar hier weet ik ongeveer alle plekken, dus daarom vind ik het lucratiever om het hier te doen.
kan ook je sperren pakken hierop, maar omdat het kistje niet zo heel ver weg was. Ben ik gewoon gaan rennen. En ik moest toch deze kant op, dus. Ik kan ook nu naar die grotten gaan, maar ik hou graag gewoon mijn eigen volgorde aan. Daar kan mijn kistje liggen waar ik net keek. Ik was net in de eerste ronde te laat met het zeggen. Maar ik zal de rest versneld afspelen. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. En de volgende chessrun die ik ooit ga uploaden, dat is op Venus. Bedankt voor het kijken en alvast tot ziens. Ciao, ciao. I'm sorry.